De pas 21-jarige Mike Kleutjes uit Lent stort zich momenteel op een avontuur in de motorsport. Na recente successen op het Nederlands kampioenschap besloot Kleutjes om in 2017 van start te gaan in de prestigieuze Duitse Superbike-competitie, de IDM. In een wereld die gedomineerd wordt door de Duitse topteams die hier de deens uitmaken. Wie ruig is het dan om dan met een eigen team, met beperkt budget, met de rieën in de strijd om het kampioenschap van Duitsland? Dit weekend maken de coureurs een moedstapje naar het Belgische circuit Zolder. We treffen Mike in de pitbox vlak voor de eerste race om de punten. Ja, dat is eigenlijk het eerste seizoen dat we starten en IDM Superbike is Duits kampioenschap. En dan eigenlijk de zwaarste klasse. Ik kan Bethesda door en van Zeldbus graag. Als een jong moet lenden met het Duits kampioenschap net uit. Ja, gewoon natuurlijk toch doen bij de grens. En het Duits kampioenschap is, ja, het niveau is gewoon ontzettend hoog. Er rijden veel WK-rijers in met. De teams Yamaha, Honda, een beetje de grote merken, die doen allemaal ja, toch een steentje bijdragen en die hebben ook fabrieksondersteuning. Dus eigenlijk is dat het, ja, het kampioenschap, hoe zeg je, stappen dus maken. Ja, ja. En dat bussen naar me gaan niet gelijk met Begos. Hè? Wie heeft zijn carrière gemaakt als ze hier terecht bent gekomen? Ja, dat is op vrij jonge leeftijd al begonnen. Vanaf een jaar of acht ben ik op de pocketbikes begonnen. Dat zijn van die kleine meutertjes. En dan zijn we eigenlijk ook in België begonnen met racen. En van de een kunnen we dan, als ze eenmaal in de wereld zitten en een beetje dat virus te pakken, dus dan, ja, dan gaan ze verder. En ja, stap voor stap zijn we in aanraking gekomen met de mannen van Maatwerk en Zink. En dan zijn we nu uiteindelijk in het IDM Superbike. Dus. Ja, dat was een bestaand team en die hebben tegen op een gegeven moment binnengehaald? Nee, de mens van Maatwerk en Zink, die als een andere rier sponsoren, hoe is samen met een team gezocht. De jongens gestopt ermee. En toen heeft Jos Lemme contact met mij opgenomen en zei van ja, Looster, we willen een raceteam beginnen. Wilst u onze Rio weer? Ja, dat zou je natuurlijk zeker zetten. Gewoon omdat we altijd een goede samenwerking hebben gehad. En nu hebben we toch een mooi team opgedoet met de vaste Luur Marseille. Is het ook zo dat ze zoals bij veel sporten nog een teamgenoot hebben met Riet? Of is ze alleen vandaag als enige rier van die team? Ja, ik ben de enige rier van ons team. Ja, we rijden wel doen samenwerken met een paar Belgen gewoon voor een beetje ja, gewoon gaat om te kunnen wisselen van data en zo. Maar ik ben de enige rier van het team. Dus, Wie zit zo'n race achteruit? Want ja, dit is eigenlijk een heel weekend hè, dat geriezen. Ja, het begint meestal voor ons op de donderdag. Dan komen we aan, doen we alles op, doen we hier de pitboxen inrichten. Dan vrijdag hebben we drie vrije trainingen. Dan kunnen we de motor aanstellen, kunnen we kijken ja, wie dat er goed voor staan. Heb je dan al gelijk vol gas om te kijken wie het gaat op het circuit? Ja, dan moest natuurlijk wel goed tempo rijden, want ja, pas als op tempo iets merk je of er mis is met de motor, met de vering, benja, etc. Ja, dan hebben ze eigenlijk de zaterdag ten orde begint de kwalificatiedag. Dat is eigenlijk dat de tieren zat maar te wel voor de startplek. We hebben afgelopen weekend ja, een beetje problemen met gehad, maar op zich, ja, we staan erbij, dus dat geeft nog. Op zich wel gekwalificeerd, maar de huidslever gaat weer voor opgestaan, of? Ja, ja, Zolder is ja, een uurtje van bij ons toe, dus het is gewoon een stoes wedstrijd. En we lever gaat meer voor aangestaan, maar ja, mocht helaas nog niet zo zijn. Dus we hebben nog het werk te doen in de wedstrijden straks. Is het lastig om in te halen tijdens een wedstrijd of gaat dat bij de motors wel? Bij de motors gaat dat wel goed. Dus, in tegenstelling tot de auto's kunnen we toch net een meer geitjes om erin die. En ja, Zolder is wel echt een mooie baan waar we flink in gehaald worden. En ja, het zijn gewoon spannende races. Dus. Nog even de Alain. Ja, de wilt natuurlijk het leefste als eerste over de finish, dat wel iedereen. Maar wie zat ze die eigen niveau in het Duits kampioenschap? Ja, dit is ons eerste seizoen. Als je kijkt wat veel aanrijdt, dat zijn gewoon ja, ongeveer fabrieksteams. Daar rijdt BMW met, die rijden met XWK rijden. Ja, daar kunnen we gewoon als privateers niet tegenaan boksen. Maar we kijken gewoon naar onze progressie en dat het gaat naar de kop kleiner wordt. En qua eindpositie moeten we dit seizoen gewoon reëel zijn. Moeten we kijken hoe we finishen, maar het gaat nog kleiner worden. Je leert hier ontzettend veel naar me gaan, want dus, ja, tegen topteams bussen en drieën. Ja, dan moet ze wel gaan kennen, toch? Moet ze wel gaan hebben. Ja, zeker, dat is waar. Dat is flink aanpoot. We zijn nu ook alles een beetje zelf doen. Gaat Louis die ons helpen. En dan merk je toch, de motor die gaat ja, op straat zou zijn nooit door. Maar we doen een remblok wisselen. Ik weet niet wie waar in het weekend. De vering wordt gewoon compleet uit ingehaald.
er werd met van alles gespeeld. We moesten toch overal een beetje in zoeken. Zelf als rier moesten die ontwikkelen, maar ook de motor moet met groeien. Dus. Ik heel zo al af en toe voorbij komen. Wie hel geeft ze op zo'n ding, op de lange rechte stukken? Hier op zolder zitten we aan een top van 250 en door de bochten zitten ze ook nog op 200 op plekken. Dus. Ja, dat is... Hier nog niet veel te stellen, loyaal. Ja, de grootste met op, hè. Maar voor de boetestonders is het meestal niet echt handzaam. Dus, ja, dat is wel... Kunnen ze, vandaag is de race dag, hè? Zo dadelijk hebben ze volgens mij twee races. Dus kunt u dat eens even vertellen, wie dat in zijn werk kijkt? Ja, we hebben twee races. We beginnen zondag altijd met een warm-up. Kunnen we s'morgens nog even in het ritme komen, kijken wie dat geeft. En dan hebben we twee races. Hier is dat 65 kilometer, dus ongeveer 16 rondjes. En dan... dan is eigenlijk echt de race daar, dat moet gebeuren. Dan gaan de lampen doen en dan is het kiek weer maar eerst over de finish kunnen. Wel succes vandaag. Ja, dankjewel. En dan is het tijd voor de eerste van twee races die Mike deze zondag zal rijden op het circuit van Zolder. Zoals gezegd, hij de kwalificatie iets beter gekend. Want we vinden Mike in het achterveld. Vooraan op pole position en op de eerste startrijen vind je voor de echte helden van het Duits kampioenschap. Deze jongens hebben het beste materiaal, het grootste budget en ook de grid girls die mogen er wel zijn. Als ze dicht met deze jongens wil smijten, dan moet ze wel gaan in hoes hebben. En dat heeft Kleutje zeker. Met zijn pas 21 jaar zit hij waarschijnlijk nog lang niet aan zijn top. De eerste race die voortijdig werden afgebroken vanwege een valpartij, eindigt Kleutjes op een 22e plek. Ja, het was een zware race. Het is goed weer aan de raam vandaag. Dus, flink dat is weten. Ja, flink wat de weg op de baan. Dus, De start is van hoe het achterveld en toen, wat gebeurde er in de race? Ik ga een redelijk goede start. De eerste bocht heb ik een paar plekjes kunnen winnen. En dan zat ik in een groepje en dan moest ik toch flink aanpoten om die bieten. Ik had problemen met de motor. Er viel nog een beetje wispeltuur aan, laat ik maar zeggen, hier in Zolder. Het zijn toch verschillende heuvels en dan is er nog niet gaan stabiel. Dus moet je kijken dat we dat toch nog gaan vinden. Dat ze omhoog schiet, dat ze een heuvelkeuvel geeft. Ja, want nu ook al een paar keer veur af, flink los en ja, kost gewoon tijd. Het ziet wel allemaal spectaculair uit, maar ja, we zijn hier toch voor snelle rondje tijd te draaien. En toen, eigenlijk vlak voor het einde van de race, geef ze nog eens voorbij volgens mij, hè? Ja, ik heb de eerste bocht naar start-finish heb ik moeten proberen te remmen. Ik kom net voor start-finish voorbij. Ik denk, dat moet nooit niet gebeuren, dus heb ik toch proberen terug te pakken. Dat heb ik helaas niet kunnen houden, ook door de rode vlag. Er werd de stand van de rondje teruggepakt, dus dat tilt helaas niet. Maar gewoon vandaag de tweede wedstrijd vervolgen. Wat gebeurde er? Want er was het begin met een rode vlag en dan is de wedstrijd eerder afgelopen. Ja, dat doen ze als er gevaar is of zo. Nu was er een jong gevallen, een chicaan. Voor de heuvel, hij loog met de motor, hij loog in de moer. De rier weet zelf niet wie dat is. Gewoon vanuit goed.
Maar als dat dan gevaarlijk is voor de andere riders, zeggen ze rode vlag, moet iedereen binnenkomen en dan kijken ze dan of een herstart is of dat de race afgelopen is. Nu was de race al meer dan zoveel procent verreden, dus dan zeggen ze dan is het klaar en dan wordt één uitslag opgenomen. Heeft de kant hij voor allemaal als hecht vast natuurlijk. Ja, dat is niet zo'n risico. Hè. Ook in deze race gaat dat dan even het mis. We rijden op gesloten circuit. Er zijn toch de nodige veiligheidsmaatregelen. Zelf rijden met goede pakken natuurlijk. Er stonden vlaggers langs de baan om ons te waarschuwen. Dus ja, we weten ook als we iets niet kunnen zien, toch dankzij de vlaggers wat er is. En er zijn ook genoeg uitloopmogelijkheden dat ze kunnen glijden, schuiven in plaats dat ze gaat raaks zo weer op de weg zou kunnen gebeuren. Dus hadden ze maar goed gegaan zo? Ja, dat werd helaas wel bij de sport. Ja. Dus ik ben ook wel toch een paar keer in het grintje op de zoeken geweest. Maar dan is er een hoop schaai, maar ik moet natuurlijk afkloppen. Zelf nooit geen euro te moeten. Dan de motor moet dan weer even naar de grijstruk. Ja, dan hebben de monteurs er even weg. Dan kunnen die zweten in plaats van weg. We hopen dat het niet dat gebeurt. Wie voor wedstrijden rit ze zo per jaar? Want dit is de ene hier in België, maar ja, doe jij ze ook heel Europa door, hè? We zitten nu dan dit jaar voornamelijk in Duitsland, omdat het Duits kampioenschap natuurlijk. Dan hebben we twee uitstapjes, één is hier naar Zolder en één is naar Assen, Nederland, dan gans in het noorden. En dat is eigenlijk het kampioenschap, het besteedt uit 7 wedstrijden. Per wedstrijd waar ze finish natuurlijk in de top 15 kreeg ze een puntje. En dan weten we uiteindelijk de meeste puntje bijeenheid en moest zich het Duits kampioenschap toe-eigenen. Dus. Dat zou er voor dicht dit jaar helaas nog niet in zitten. Nee, dan moeten we reëel in zijn. We moeten een kijken dat we stappen kunnen blijven maken en een vuur kunnen komen. En dan heb ik er wel vertrouwen in. Heel veel succes en prachtig om te zien. Dank je. Ja, dank je wel.